Antwerpen is alles, hè. We hebben schoon grote havens en topproducten. Het enige wat soms een beetje moeilijk blijft in Antwerpen is koppigheid, hè, ook van de klanten. Maar ik vind zelf ook koppig, dus wij kunnen er dan wel bij pakken. Ze denken altijd, we gaan naar een sterrenrestaurant. Wij zijn alles behalve de typische sterrenzaak. Ik ben Dennis Broeckx, 33 jaar. Ik ben van Antwerpen dus. Ik ben ook geselecteerd voor Jong Keukengeweld. Jong Keukengeweld is een collectief van chefs onder de 35. Die een beetje, moet ik het zeggen, vernieuwend zijn. Hun eigen ding doen. Alle respect voor de oude generatie, maar volgens mij werken wij een beetje lokaler. Product is alles, ja. Daar begint alles bij. Hè. Goede leveranciers voor de goede producten te leveren. Wij als Vlamingen moeten zeker trots zijn op onze basisproducten. Dat meen je ook op veel plekken al heel lekker en heel snel en vlot kunt eten. De essentie van onze keuken is, we houden niet van de vuilbak, dus wij gooien niks weg. Alles gebruiken, hè, van het varkensje gebruiken wij de oren, de staartjes, de poten voor kroketjes te maken. Ecologische voetafdruk moet ook beperkt worden. Hè. Ik hoop toch dat we er iets mee bereiken. In het begin kregen we er heel veel commentaar op, maar de mensen beginnen dat nu te snappen en te appreciëren. Ik denk wel dat wij ook een beetje rebels zijn hier. Anders hadden we napjes gehad, had ik andere garçons gehad, had ik een klassieke wijnkaart gehad. Casual dining noem ik dat. Daarmee dat je op restaurant ook met elkaar moet bezig zijn en niet zo stijf aan een tafel moet zitten. Een potje op tafel, laat iemand dat verdelen, dat is tof, dat brengt gezelligheid. Ik denk altijd, ik moet hier graag eten. Dingen waar je zelf niet van houdt, moet je ook niet gaan doen. Je moet doen wat je wilt, wat je zelf wilt hebben en take it or leave it.